Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Een van de vaste onderwerpen waar ik het over wil hebben is reclame. Ik haat reclame en tegelijkertijd houd ik van reclame. Ik haat reclame die stomzinnig is en reclame die mensen infantiliseert of mensen manipuleert. Maar er zijn ook juweeltjes. Tot in de jaren 90 gold internationaal dat humor in de reclame niet werkt. Een van de mensen die daar niets in zag was David Ogilvy van het destijds zeer bekende en prominente reclamebureau Ogilvy & Mather. De man probeerde ook andere reclames ervan te weerhouden om humor te gebruiken, zich voor deze stommiteit te behoeden, maar hij had het mis. In Nederland kwamen er spotjes met Rijk de Gooier die de tekst Foutje bedankt introduceerde als een figuurtje die voortdurend verzekeringsfraude probeerde te plegen, maar niet slim genoeg was. Dan heb je een ander controversieel onderwerp in de reclame overigens. Tegenwoordig zou men zeggen dat het spotje zou kunnen aanzetten tot verzekeringsfraude. Zeker als de verzekeringsmaatschappij dat zelf in haar spotjes oppert. Maar toen was men nog niet zover. Vermaard is verder de reclame waarbij even naar Apeldoorn gebeld moet worden. Deze spotjes doen het zelfs voor een internationaal publiek op YouTube goed. Maar tegelijk is er ook heel mooie reclame qua vormgeving en heel kunstzinnige reclame. Reclame dus als kunstuiting. Denk maar aan iemand als Andy Warhol. Het is van die kunstzinnige kant en in iets minder de humorkant van reclame waar ik van houd. En van de soms onverwachte effecten. De meeste mensen denken bij de klassiek aandoende muziek van vroeger van het biermerk Grols, Vakmanschap is Meesterschap, dat die muziek een cantate is van Johann Sebastian Bach. Zo klinkt het ook helemaal. Maar niets is minder waar. Het is gecomponeerd door ene Kloes van Mechelen, tevens bekend als Jan Vos uit verschillende televisieprogramma's van Wim T. Schippers. Het was dezezelfde Kloes van Mechelen overigens die ook het nummer Big City voor Tol Hansen schreef en nog heel veel andere nummers. Heel opmerkelijk is ook de tegenstelling tussen een goede reclameboodschap en een bedrijf dat misschien niet zo sympathiek is. Ik denk dat zoiets niet helpt om het blazoen van zo'n bedrijf op te poetsen, maar voor iemand die het bedrijf niet kent kan een leuke aansprekende spot wel degelijk een aanbeveling zijn. Niet leuk zijn de spotjes voor wasmiddelen, waarbij we dingen horen die ofwel stomzinnig zijn of ronduit denigrerend voor de kijker, of die de kijker overduidelijk voor dom verslijden. Ja, irritatie is ook een manier om ervoor te zorgen dat mensen in de supermarkt zich je product of merknaam nog herinneren. Verder is er nog de reclame die ons uit angst dingen wil laten kopen. Een modern voorbeeld is een bekend merk dat ons een ontsmettingsmiddel wil aansmeren. O jee, de kindertjes eten met vieze handen. In een van de spotjes in het begin van het bedrijf zat zelfs een kreet dat de kinderen geen friet kregen als het middel niet in huis was. Angst in de reclame deed zijn intrede in de jaren 50, begin jaren 60, toen een merk dat veel artikelen op dat gebied produceerde, probeerde om bij vrouwen de vrees aan te wakkeren dat zij wellicht geen goede huisvrouw zouden zijn. Als ze maar veel van de artikelen van deze vereniging zouden kopen, dan hoefden ze zich als huisvrouw een stuk minder zorgen te maken. Een andere angst die de mensen aangepraat wordt is bijvoorbeeld de angst om er ouder uit te gaan zien. En de maatschappij is steeds meer op uiterlijk gefocust, dus het is nu een vruchtbare grond om die angst te zaaien. Het televisiegenre soap opera met zijn bekende cliffhanger vindt zijn oorsprong in de reclame. In het begin van de televisie werden vaak nog hele blokken zendtijd verkocht van bijvoorbeeld 30 of 60 minuten. De bedrijven vulden dat dan zelf, maar vaak vooral met aanprijzingen voor hun producten. Dit bleek erg slecht te zijn voor de kijkcijfers en verschillende bedrijven gingen zo op zoek naar formules waarbij de reclametijd zo lang mogelijk zou zijn, maar er ook andere inhoud was. De bedoeling was dat die andere inhoud spannend genoeg was om de aandacht van de kijker over het reclameblok heen nog vast te houden. Oftewel, met hoeveel reclame tijdens een programma kom ik nog weg? Het was vervolgens het bedrijf Procter & Gamble dat met de formule kwam die daarna soap opera werd genoemd, omdat het bedrijf met name met zeep- en wasmiddelproducten adverteerde. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.